investeren in de filmindustrie loont. Dankzij Tax Shelter wordt de gedane investering zowel fiscaal als financieel interessant. Dus je investeert 100, je krijgt een taxvoordeel van 150%. Dat betekent op je investering van bijvoorbeeld 100.000 euro, krijg je direct een taxvoordeel van de Belgische staat van 51.000 euro. Nu, de meeste aanbieders van Tax Shelter, de filmmaatschappijen of andere productiemaatschappijen, die geven op het resterende gedeelte ook nog eens een waarborg. Dus dat betekent dat je op je 100.000 euro op voorhand al weet dat je eigenlijk 100.000 euro gaat terugkrijgen. Al de rest is eigenlijk pure winst. Stefan Dont van Euroimo in Nieuwpoort investeert al verschillende jaren in de filmsector via het systeem van Tax Shelter. We zijn nu 4 jaar bezig. We hebben ook al een 5-6 investeringen gedaan in Tax Shelter zelf. Het minimale rendement dat ik op die 4-5 investeringen heb gedaan is 16%, dus we mogen zeker niet klagen. Dus dat geeft in feite het vertrouwen naar de toekomst toe, om in feite terug te investeren in nieuwe producten. Stefan Dont koos ervoor om samen te werken met filmproducent Korsan uit Antwerpen. Mijn accountant geeft in feite Korsan vooropgeschoven om met die mensen te werken, omdat in feite de voorwaarden en hun beloftes dat zij deden, het meeste zekerheden haven ten opzichte van de concurrenten. I'm not stealing a heart. He is stealing a heart. I'm not giving a heart. Het model zit zo in elkaar dat de investeerder die via Korsan investeert geen kapitaalrisico loopt. Dus hij kan alleen maar, wat men dan in het Engels noemt, een upside hebben. Hij kan alleen maar geld verdienen, geen kapitaal verliezen. En natuurlijk is het wel zo dat de mogelijkheid of hij geld gaat verdienen, die hangt af van de resultaten van de film. En daar zit dus een zeker risico. Men kan veel of minder veel of weinig rendement hebben. We have Benjamin. He challenges you. He makes your heart flutter every time you see him. And then there's Will. He's really special. Stel voor, zoals Korsan bijvoorbeeld, die een optie geven van 16% hè, na anderhalf jaar, dan heb je na anderhalf jaar 116.000 euro. Op die 16.000 euro betaal je geen belastingen. Die kan je perfect toevoegen aan je eigen vermogen, waardoor je eigenlijk je dividend kan verhogen, waardoor je meer notionele interest kan verkrijgen. Dus op zich is het een onwaarschijnlijk goede maatregel die men heeft gedaan voor daarin te beleggen. Worden door Korsan periodiek, dus om de 3, 4, 5 maanden via mail gecommuniceerd hoe het staat met de investering en wat het rendement is en wat het de beloofde rendement of de verwachte rendement is op het eind van de periode. Een bijkomend element is nog eens dat je eigenlijk 100.000 euro, maar je krijgt een taxvoordeel van 51. Dus eigenlijk is je initiële investering maar 49.000 euro. Dus op je 49.000 euro ga je eigenlijk je winst maken. Dus als belegger kan ik alleen maar zeggen, doen. Als je winst maakt natuurlijk als bedrijf, want het is alleen voor bedrijven die winst maken. Volgende week krijgt u deel 3 van onze reeks over Tax Shelter. We bekijken dan wie er allemaal kan investeren via het systeem. One of us is a goddamn liar.